Het Nationaal Archief Suriname, NAS, blikt positief terug op haar vakantieactiviteit, workshop stamboomonderzoek voor jongeren. NAS-medewerker Georgetine Neiromedjo zegt dat deze workshop is georganiseerd om een bijdrage te leveren aan het nuttig bezighouden van jeugdigen in de vakantie. Zo hebben de jongeren binnen 3 dagen geleerd hoe ze onderzoek kunnen verrichten naar hun familiegeschiedenis. We hebben dan 3 dagen gepland om die workshop te houden. De eerste dag was meer het theoretische, waarbij ze kennis hadden gemaakt met de verschillende bronnen, de fysieke archieven, bronnen en de online bronnen die ze ook konden raadplegen. We hebben ze ook geleerd hoe interviews voor te bereiden en hoe het wordt afgenomen. Dus de tips en tricks hebben ze ook aangeleerd. Op de tweede dag hebben ze gewerkt in de studiezaal waar ze zelf hun familieonderzoek konden verrichten met de originele documenten, bijvoorbeeld de namenlijsten, scheepslijsten. Dus ze hebben ook gewerkt uit de verschillende databases, bijvoorbeeld van de Hindoestaanse immigratie, de Javaanse immigratie en de Chinese immigratie. Bepaald hebben ook gebruik gemaakt van de slavenregisters. Dus daarmee hebben ze allemaal kennis gemaakt en hebben ze ook daarmee gewerkt. Neiromedjo legt uit dat op de 3e dag van de workshop stamboomonderzoek voor jongeren de deelnemers hun bevindingen over het onderzoek naar hun familiegeschiedenis moesten presenteren. Behalve jongeren waren er ook ouderen die geïnteresseerd waren in deze workshop. Ik kan zeggen dat ik tevreden ben met wat ze hebben vastgelegd. Ze hebben heel veel tijd genomen om hun familieonderzoek te verrichten. En dat heb ik ook gemerkt in hun gemaakte presentatie. De leeftijdscategorie was meer 16 jaar naar boven. We hadden niet een limiet, omdat er ook ouderen geïnteresseerd waren. Die hebben we dan ook meegenomen bij deze. Maar we hebben ze ook meegegeven om niet te blijven zitten, want je kan nog veel meer halen uit andere bronnen, andere interviews. Dus we hebben ze de gelegenheid gegeven om verder hun onderzoek te doen. We hebben slechts de basis gelegd voor hun en nu gaan ze dan verder. Neiromedjo geeft verder aan dat het ook verstandig is voor de deelnemers om hun onderzoek niet alleen te beperken tot het Nationaal Archief, maar ook andere archiefinstellingen in of buiten Suriname te raadplegen. In totaal hebben 18 personen deelgenomen aan deze stamboomonderzoekworkshop.